Hartelijk welkom bij deze online bijeenkomst met als thema Schildklier en het Hart, die wij samen organiseren met Schildklierorganisatie Nederland. Wat ontzettend fijn dat je vandaag bij ons webinar aanwezig bent. Het webinar wordt opgenomen en is voor iedereen binnenkort terug te zien. Mijn naam is bert van Veen, ik ben werkzaam bij Harteraad en de presentator van dit webinar. Spreker van vandaag is Layal Sheker, internist, endocrinoloog en klinisch epidemioloog in het Schildkliercentrum in Rotterdam. Hartraad is het expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Wij helpen mensen met een hart- en vaataandoening en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Wij komen ook op voor de belangen van nu al ruim 1,7 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Schildklierorganisatie Nederland biedt ervaringskennis, contactmogelijkheden en steun voor mensen met een schildklieraandoening. En hun naasten. Zon komt ook op voor jouw belang. Schildklieraandoeningen hebben naast lichamelijke vaak ook psychische en sociale gevolgen. Maar... Je staat er niet alleen voor. Lijal, graag geef ik jou het woord. Ja Bert-Jan, dankjewel voor de introductie. Goedenavond allemaal. Uh, ik ben inderdaad uh, Lijal Zaker. Ik ben internist-endocrinoloog en klinisch epidemioloog. En ik zal uh, uh, straks uitleggen wat dat dan precies uh, betekent. Ik ben werkzaam in het uh, Erasmus Medisch Centrum, onderdeel van het uh, Schildkliercentrum uh, Rotterdam. Uh, en ik ben ontzettend verheugd om uh, de presentatie vandaag te geven over Schildklier en het hart. Uh, maar dat is best wel een heel groot onderwerp, kan ik u nu al vertellen. Uh, ik ben al ruim uh, tien jaar bezig met onderzoek naar dit onderwerp, Schildklier en het Hart. En ik ben uh, nog steeds niet uitonderzocht. Dus u kunt zich voorstellen dat uh, binnen de komende drie kwartier uur zeker niet alles aan bod uh, kan komen. Bovendien wordt deze webinar eh, georganiseerd door Harteraad in samenwerking met eh, SON, zoals u er net heeft gehoord. Dus er is ook een vrij eh, nou ja, gemêleerd gezelschap, wat als het goed is achter de camera is. Uh, dus ik zal ook proberen wat achtergrondinformatie te geven, zodat we allemaal op één lijn zitten qua kennis van wat de, eigenlijk de connectie is van Schildklier en het hart. Ik zal eerst beginnen met uh, nou ja, u uitleggen wat ik eigenlijk doe. En waarom dat van belang is. Nou, als internist-endocrinoloog ben ik een arts die zich bezighoudt met ziekte van hormonen en hormoonklieren. Als klinisch epidemioloog houd ik mij vooral bezig met onderzoek naar het optreden van ziektes, zoals ziektes van de hormoonklieren en risicofactoren, maar ook met diagnose, prognose en interventie in de klinische praktijk. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat ik als arts me bijvoorbeeld bezig hou met schildklieraandoeningen, ziektes van de schildklier. En dat ik als klinisch epidemioloog, eigenlijk onderzoeker, me bezig hou met waarom krijgen sommige mensen nou deze ziektes wel en andere niet. Maar ook als iemand zo'n schildklieraandoening heeft, wat gebeurt er dan in de loop van het leven? Zoals ik al eerder aangaf, ik zal een klein beetje uitzoomen om wat achtergrondinformatie te geven. Dus we beginnen zo ook met een tweetal vragen eigenlijk aan u. Eh, die zal Bert-Jan zo introduceren hoe u dat dan precies doet via WebinarGeek. En de eerste vraag is dan, nou ja, ik ben dan een arts die zich bezighoudt met ziekte van hormonen en hormoonklieren. Maar wat is eigenlijk een hormoon? En daar heb ik een aantal uh, antwoorden die ik met u zal doornemen. Als eerste is een hormoon wellicht een stof die door het lichaam wordt opgenomen uit voeding en een werking heeft op bijna alle hormoonklieren. Wellicht is het een stof die door het lichaam wordt opgenomen uit voeding en een werking heeft niet alleen op de hormoonklieren, maar eigenlijk op alle organen. C is het is wellicht een stof die door het lichaam zelf wordt gemaakt en een werking heeft op de hormoonklieren. En als laatste een stof die door het lichaam wordt aangemaakt, maar dan bijna op alle organen een werking uitoefent. Het antwoord is uh, inderdaad een stof die door het lichaam zelf wordt aangemaakt en op bijna alle organen een werking uitoefent. Uh, en dit lijkt een hele makkelijke vraag, uh, maar ik heb hem wel eens ook aan andere zorgverleners gesteld uh, en u doet het allemaal ongeveer even goed, dus uh, dat is mooi. Um, ja, en heel kort inderdaad een hormoon dat komt uiteraard weer uit of het Grieks of het Latijn, uit het woord hormon in dit geval Grieks wat in gang zetten betekent. En het is dus inderdaad een lichaams eigen stof die complexe lichaamsprocessen in gang zet in organen en weefsels op afstand. Um, en er is niet één uh, hormoonklier. We hebben uh, verschillende. Het is eigenlijk een systeem die ook wel met elkaar uh, verband houdt. Maar al die klieren hebben eigenlijk de gemeenschappelijke zeg maar, kader dat ze een hormoon produceren en afgeven aan de bloedbaan. Dus inderdaad, schildklier, die maakt schildklierhormoon, die geeft het af aan de bloedbaan, en dat komt eigenlijk in alle organen en weefsels. De volgende vraag is ook aan u, uh, en die is als volgt: Welk orgaan maakt eigenlijk hormonen aan? Um, van deze heb ik, ik heb een aantal zeg maar, uh, op een rijtje gezet. En u mag kiezen of dat uh, 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 een aantal is, uh, allemaal, geen van alle of één uh, van de drie. Uh, en het is pancreas, vet, lever, allemaal of geen van alle? Jij mag weer het antwoord geven. Helemaal ja, goed. Het antwoord is uh, allemaal: zowel de pancreas, dus dat is de alvleesklier, als vet, als lever kunnen hormonen aanmaken. Eigenlijk zijn er ontzettend veel organen die hormonen aanmaken. Dat zijn overigens niet allemaal hormoonorganen, want de lever die heeft niet als primaire functie hormonen aanmaken, doet met name heel veel andere dingen. Maar we hebben ook ontzettend veel hormoonorganen. En al deze organen maken dus hormonen aan die ook met het hart- en vaatstelsel te maken kunnen hebben. En het is natuurlijk ondoenlijk om in een uur dit allemaal te bespreken, dus ik ga me vooral richten op de schildklier. Nou, ik heb al een paar keer gewezen naar mijn hals. Ik praat veel met mijn handen, dus wellicht heeft u dat opgemerkt. Maar de schildklier die zit namelijk ook hier. Het is een vlindervormig orgaan, zoals we dat noemen. Een soort van liefdevol noemen. Die in de hals zit en schildklierhormoon maakt. En nu komt een klein beetje een technisch gedeelte, maar ik ga u er helemaal doorheen lopen. Want dit is een schematische nou ja, tentoonstelling zeg maar, van hoe de schildklier werkt. De schildklier maakt schildklierhormoon aan. En dat heb ik hier vrij T4 genoemd. Wat is dat dan? Dat is eigenlijk vrij schildklierhormoon. Dat is schildklierhormoon wat vrij is voor die organen en weefsels om te gebruiken voor die complexe systemen waar we het net over hadden. De schildklier maakt schildklierhormoon aan, maar dat staat wel uh, eigenlijk onder controle van iets wat we de hypofyse noemen. Dat is dan weer een heel klein uh, orgaantje wat aan de hersenen vastzit. Dat is geen hersenweefsel, maar dat stuurt onder andere de schildklier aan om meer of minder schildklierhormoon aan te maken door middel van TSH, thyroid stimulating hormone in het Engels of schildklierstimulerend orgaan. En dat is een soort van terugkoppelingsmechanisme wat zichzelf helemaal in stand houdt. Op het moment dat er te weinig schildklierhormoon wordt aangemaakt, gaat de hypofyse aan en maakt meer TSH, te weinig schildklierhormoon uh, dan gaat de, thesh, gaat de hypofysie juist meer TSH maken en zo houdt dat zich in, uh, in balans. Dit is natuurlijk niet het enige wat uh, schildklierhormoon doet. Uh, maar zoals ik al eerder zei, uh, schildklierhormoon gaat eigenlijk het lichaam in via de bloedbaan uh, naar andere organen en weefsels. En dat is bijvoorbeeld hart en vaten. De schildklierhormoon uh, vanuit de schildklier via de bloedbaan gaat naar hart en vaten. Maar ook naar het metabolisme. Botten, brein, lever, darmen. Eigenlijk uh, alle, hormonen, uh, alle weefsels en organen maken gebruik van schildklierhormoon. En op het moment dat dat in balans is, dan gaat dat ook goed. Alleen helaas kunnen er door schildklier uh, dit balans eigenlijk worden verstoord, waardoor er bijvoorbeeld te weinig schildklierhormoon aanwezig is in het lijf of te veel. En u kunt zich voorstellen dat dan ook allerlei klachten en problemen kunnen ontstaan. Nou, dit is een foto van Mohammed Ali en waarom heb ik die erin zitten? Dat ga ik uitleggen helemaal op het einde van de presentatie. Maar heel kort: schildklieraandoeningen, zoals te weinig schildklierhormoon en te veel schildklierhormoon, komen ontzettend veel in de bevolking voor. Ook bij beroemde mensen, zoals bijvoorbeeld Mohammed Ali. Dat is een legendarische bokser die inmiddels is overleden. En zoals ik al zei, zijn schildklier een hartverhaal verhaal, komt het op het einde weer eventjes terug. Maar op het moment dat we denken aan schildklier aandoeningen, bijvoorbeeld aan traagwerkend en snelwerkende schildklier, dan is het belangrijk om te weten dat dat allerlei verschillende klachten kan geven. Bij traagwerkende schildklier kunnen mensen moeheid ervaren, constipatie, gewichtstoename, droge huid, concentratieverlies. En dat is dus met name omdat inderdaad die schildklier eigenlijk overal komt. En op het moment dat er te weinig van is, kunnen alle organen en weefsels dat merken. Overigens is het zo dat niet iedereen met een traagwerkende schildklier al deze klachten heeft. En het is ook zeker waar dat dit niet alle klachten zijn die iemand met een traagwerkende schildklier kan hebben. Dus het is best wel persoonlijk bepaald wat mensen hiervan ervaren en voelen. Voor een snelwerkende schildklier zijn het andere soorten klachten. Hartkloppingen, hoewel moeheid ook wel eens kan voorkomen, zie je vaker een stressgevoel. Een beetje agitatie, het iets willen doen. Gewichtsverlies in plaats van gewichtstoename. Overmatig zweten, emotionele labiliteit. Maar ook dit zijn klachten die niet iedereen heeft. En ook nogmaals, er zijn ook veel meer klachten die men kan hebben bij een te snel werkende schildklier. Ook dat is vrij persoonlijk bepaald. Nou, dit zijn allemaal dingen die mensen kunnen voelen en die mensen rapporteren. Maar er zijn ook dingen die mensen niet helemaal voelen, zoals bijvoorbeeld een hoge cholesterol bij een traagwerkende schildklier. Of botontkalking bij een snelwerkende schildklier. En ja, zoals u ziet, zitten er ook een aantal dingen bij die wel met het hart- en vaatstelsel te maken hebben. En het feit dat um, schildklier en het hart een enorme connectie met elkaar hebben, is ook te zien in de hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek wat naar is gedaan. Eigenlijk, als je gaat kijken naar een relatie, dan is schildklier met het hart is een van de meest bestudeerde relaties. Ik heb zelf daar ook naar gekeken. Binnen de Rotterdam-studie heb ik daar veel onderzoek naar gedaan. Dat is een populatiecohort met 20.000 mensen die 40 jaar uh, en ouder zijn. Waarbij de eerste persoon al sinds 1989 is, uh, 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 wordt vervolgd. En dan meten we in het bloed een aantal dingen, zoals schildklierfunctie, en dan kijken we. En we rapporteren dit soort dingen ook in wetenschappelijk onderzoek en soms komt het ook in de media terecht over deze relatie. En daarin is het wel belangrijk onderscheid te maken tussen dingen die echt een oorzakelijk verband houden en dingen die in het kader van onderzoek worden bekeken. Als je gaat kijken in ook bijvoorbeeld media, dan wordt schildklier in verband gebracht met boezemfibrilleren, een hartritmestoornis, hartfalen, hartaanvallen, beroertes, vaatverkalkingen, plotse hartdood. Dat laatste heeft zelfs CNN ook aandacht aan besteed. Maar dat betekent niet dat het allemaal oorzakelijk verband met elkaar houdt. Als je gaat kijken naar schildklier en problemen van de schildklier, van bijvoorbeeld te veel schildklierhormoon of te weinig, dan zijn er zeker wel oorzakelijke verbanden tussen de schildklieraandoeningen en poesemfibrilleren. Op het moment dat er langdurig problemen zijn met de schildklier, wellicht ook hartfalen. Maar voor al die anderen die nu hier benoemd zijn, is dat helemaal niet aangetoond of bewezen. Sterker nog, bij hartaanvallen zijn mensen nu juist aan het kijken. Of bij mensen zonder schildklierproblemen, als je wellicht schildklierhormoon geeft, of dat betere uitkomsten geeft. Dus nogmaals, niet altijd is een relatie ook daadwerkelijk oorzaak en gevolg. Nou, binnen deze kaders is het ook goed om te weten hoe wij dan precies zeggen dat iemand een traag of een snelwerkende schildklier heeft. En u ziet al in het uh, schemaatje een buisje bloed, want dat is inderdaad hoe we dat vaststellen. We nemen bij iemand een buisje bloed af en dan gaan wij in het laboratorium kijken naar de bloedwaardes. Dat TSH en dat vrij T4 waar ik het eerder over had, met name. Er zijn meerdere dingen die je kan meten, maar deze twee zijn het meest gemeten in het kader van schildklierfunctiestoornissen. En u ziet hier ook staan dat ik heb opgeschreven schildklierfunctie bloedwaardes. Ik heb niet een hele specifieke waarde benoemd, niet een 10 of een 15 of een 18. En waarom? Dat komt omdat in ieder laborato laboratorium eigenlijk andere referentiewaarden worden aangehouden, of andere normaalwaarden. Dus het kan best zijn dat als u hetzelfde buisje bloed in het ene laboratorium laat checken versus het andere laboratorium, dat daar verschil tussen zit. En daarom is het ook belangrijk. Om die verschillen met elkaar, uh, nou ja, om dat in schouw te houden. Dat het niet betekent uh, dat, dat uw eigen schildklierfunctie heel anders is, maar wellicht is het gewoon een verschil in hoe het is gemeten. Nou, en wat doen we dan met dat buisje bloed? Nou, dan gaan we kijken naar de waarde. En zoals we het nu definiëren, zeggen we nou, als je aan die kant van het schemaatje zit, dan zeggen we snelwerkende schildklier. En als je aan die kant van het schemaatje zit, zeggen we traagwerkende schildklier. En nu komt alweer uh, de volgende vraag. Ja, en de vraag is, hoeveel mensen in Nederland hebben een schildklieraandoening? 100.000, 250.000, 500.000 of 750.000? Ja, en het, het antwoord is um, eigenlijk een beetje afhankelijk van hoe je er naar kijkt. We hebben nu gekozen voor... Um, Oep. Oh? Daar zijn we. Oh, het antwoord is 500.000 mensen. Maar als ik heel eerlijk ben, zijn dat de mensen die schildklierhormonen gebruiken. Daar is niet in meegenomen de mensen die bijvoorbeeld al genezen zijn en geen tabletten meer nodig hebben. En bovendien weten we uit Europees onderzoek dat er ook heel veel mensen zijn die eigenlijk wel een schildklieraandoening hebben, te traag of te snel, maar die daar gewoon nog niet mee gediagnosticeerd zijn. Dus als u 750.000 heeft gezegd, dan klopt dat eigenlijk ook. U bent uh, allemaal erg goed geïnformeerd. Lajal, mag ik eventjes een vraag stellen? Zeker. Um, je had het net inderdaad over de verschillende laboratorium. Mm -hmm. Betekenen verschillen in de metingen in het bloed door verschillende instanties... dat de meting anders is in die instanties? Dat, dat kan inderdaad uh, het geval zijn. Dus we hebben eigenlijk heel veel aanbieders, uh, um, uh, zeg maar bedrijven die uh, schildklierfunctie uh, uh, kunnen meten. En uh, het kan best zijn dat in het ene ziekenhuis een uh, uh, meting van uh, uh, nou ja, fabrikant A wordt gebruikt en in een ander ziekenhuis van fabrikant B. En dan zijn die verschillen niet per se verschillen in de schildklierfunctie zelf, maar echt in de meting. En dan kan best zo zijn dat een 11 bij de een, een 14 is bij de ander. En dat dat nog steeds hetzelfde betekent. En daar kiezen we eerlijk gezegd uh, ook een beetje voor binnen Nederland, omdat ze ook allemaal hun eigen valkuilen hebben. En als je echt in heel Nederland maar één specifieke meting gebruikt, ja, dan heb je altijd dezelfde valkuil en dan kun je dat ook niet controleren met elkaar. Dankjewel. Nou ja, uh, zoals ik al zei, hè, heel veel mensen eigenlijk die een schildklierprobleem uh, en aandoening hebben. En we zijn zeker niet in Nederland de enige. U, heeft, u hoeft dit zeker niet te lezen. Dit is gewoon een schemaatje uit een, uh, een wetenschappelijk uh, artikel uit 2018. Er is niet eens zo heel erg veel veranderd. Waarbij ze de top 200 medicijnen in de Verenigde Staten op een rijtje hebben gezet. Nou, dit zijn de eerste 50. En u ziet al in dat rood heb ik schilklierhormoon uh, eigenlijk uh, uitgelicht. Dus dat is de nummer 2 voorgeschreven medicament in de Verenigde Staten in 2018. Op 1 stond Lisinopril. Dat is tegen de hoge bloeddruk. En op 3 stond atorvastatine, dat is tegen het cholesterol. En daartussen heeft levothyroxine schildkliermedicamenten gevestigd. Dus het zijn echt ontzettend veel mensen. En wie zijn nou met name degene met een risico eigenlijk voor het krijgen van schildklieraandoeningen? Dat zijn toch met name mensen die ouder zijn versus jonger. Dus hoe ouder je wordt, hoe hoger de kans is op een schildklieraandoening. Overigens niet voor alle schildklieraandoeningen. En daar kom ik zo op, ook in het kader van de effecten op hart en vaat. En het zijn met name vrouwen. Dus met name vrouwen krijgen uh, 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 met name bepaalde type schildklieraandoeningen. Ook daar zal ik nog even op terugkomen. Nou, op het moment dat je gaat kijken naar de schildklier en waar het voor wordt gebruikt uh, in het hart... Uh, is dit ingewikkelde schema? Maak u zich vooral geen zorgen, ik ga u daar helemaal doorheen lopen. Maar hier staan een aantal aspecten waar de schildklier zich nou mee bezighoudt als je echt puur gaat kijken naar hart en vaten. Nou, als eerst het hartritme. Er is voldoende schildklierhormoon nodig, maar niet te veel om het hartritme goed te houden. Er wordt hier hartfalen beschreven. Dat lijkt ook met elkaar gecorreleerd. Hè? Als je hartritme maar altijd niet goed is, dan kan dat uh, toch tot, tot problemen met het hart leiden. Het is ook belangrijk voor je kransslagaderen. Klans, uh, dat zou wellicht ook met het feit te maken kunnen hebben dat schildklier iets doet op je bloedstolling. Er zijn ook aanwijzingen dat schildklierhormoon belangrijk is voor bloeddrukregulatie. Uh, en als laatste, als je echt uh, uh, hele ernstige uh, schildklieraandoeningen hebt, kan dat leiden tot vaatwandbeschadigingen. Maar dat gaat echt over hele langere perioden en uh, veel te hoge waardes. Nou, waar ik dan nu even op wil uh, gaan vestigen, is met name het stukje snelwerkende schildklier. Om u daar wat meer informatie over te geven van wat doet te veel schildklierhormoon in je lijf op je hart. U nou, heeft al net een schema gezien van wat doet de schildklier op het hart. Hartritme onder andere. Het doet iets op je, uh, op je vaten. Um, en als je het een beetje op een rijtje zet, dan verhoogt het met name de hartslag. Het verhoogt de hoeveelheid bloed die het hart per minuut rondpompt. Eigenlijk onnodig rondpopt. Het verhoogt de vetstofwisseling, dus je juist een lager cholesterol, dat lijkt dan wel weer gunstig. En het verhoogt de snelheid van de basale stofwisseling, waardoor je kan afvallen. Er zijn ook steeds meer aanwijzingen dat dat afvallen overigens niet alleen maar vet is, maar wellicht ook spiermassa, en dat is natuurlijk weer minder wenselijk. In het kort, veel schildklierhormoon, snel werkende schildklier, verhoging van het geheel, verhoging van je metabolisme, hartslag. Etcetera. Als je dan gaat kijken naar de oorzaken, waarom werkt zo'n schildklier te hard, waarom is er te veel schildklierhormoon in het lijf, dan kom je op een aantal ziektebeelden. En als eerste wil ik graag de ziekte van Graves benoemen. Dat is een auto-immuunziekte. En dat is nou typisch zo'n ziekte wat veel vaker bij vrouwen voorkomt. Ongeveer 2% van de vrouwen krijgt met de ziekte van Graves te maken tegenover een half procent van de mannen. En dit is ook een van die ziektes waar ik daarnet zei: ja, bij ouder worden, maar niet bij alle ziektes. Nou, bij de ziekte van Graves zit het eigenlijk meer tussen ongeveer de 30 en de 50 jaar oud. En daarna neemt het eigenlijk weer af in incidentie. Dus het zijn redelijk jonge vrouwen die hiermee te maken krijgen. Nog zo'n ziektebeeld die te veel schildklierhormonen in het lijf kan geven, is een therioiditis. Dat is een ontsteking van de schildklier. De schildklier raakt ontstoken, dan komt schildklierhormoon vrij. En op een gegeven moment nou, is die ontsteking weer weg en dan wordt de schildklier vaak rustig. Meestal kunnen mensen dan of weer een normale schildklierfunctie uh, krijgen, of, of juist uh, te traag, maar daar kom ik straks nog even op. En ook dit is wel niet helemaal typisch vrouwen, maar komt wel vaker bij vrouwen voor dan bij mannen. Waarom? Na de zwangerschap zien we dit nog wel eens. Ongeveer 8% van de vrouwen na de zwangerschap krijgt een ontsteking van de schildklier. En het lastige is, het zijn allemaal klachten, hartkloppingen, een beetje geagiteerd, een beetje moe, een beetje dit, een beetje dat, die ook vaak helaas worden geschoven onder, ja, je bent net moeder geworden, je bent net bevallen, et cetera. Dus dat is wel iets om ook alert op te zijn bij vrouwen die net bevallen zijn, met bepaalde klachten die zouden kunnen passen bij te veel schildklierhormoon, om dat niet te wijten aan de omstandigheden van het, nou ja, net moederschap, zeg maar, maar dat het wellicht ook de schildklier zou kunnen zijn. En als laatste wil ik als oorzaak het toxisch adenoom bespreken. Dat is namelijk een knobbel in de schildklier, een goedaardige knobbel in de zin van geen kanker, maar wel vervelende knobbel, want hij maakt te veel schildklierhormoon aan. En dat zie je wel heel erg typisch bij de oudere leeftijd. Dus hoe ouder, hoe meer kans dat dit de oorzaak is van te veel aan schildklierhormoon. Als laatste wil ik nog heel even kort iets benoemen. Dat is niet een snelwerkende schildklier, maar te veel schildklierhormoon, medicatie, het gebruik daarvan. Um, als je gaat kijken naar mild uh, te veel schildklierhormoon, is dit een heel vaak voorkomende oorzaak. En daar zal ik op het einde van mijn verhaal ook nog even op terugkomen. Voordat ik overga naar het stukje snelwerkende schildklier en daadwerkelijk bepaalde ziektebeelden van het hart, hebben we nog een ervaringsverhaal uh, die we graag met u zouden willen delen. Sinds de zomer van 2023 heb ik de ziekte van Graves en te snel werken in schildklier. Dat is voor mij helaas al de tweede keer. Dus ik was niet helemaal verrast toen ik weer klachten kreeg. Dat waren voornamelijk een veel te hoge hartslag. Dus ik was een beetje voorbereid op wat ik kon verwachten. Namelijk veel vermoeider. Daar had ik de eerste keer echt heel erg last van. Ook het behandeltraject toen ik al medicatie slikte. Um, waar ik niet op voorbereid was, was dat ik uh, ineens van de een op de andere dag heel erg last van uh, um, hartritmestoornissen kreeg. Um, ik zat op de bank en ineens had ik het gevoel dat ik een soort galopperend paard in mijn borst had. En dan met een soort um, interval: het was keddoen, boem. En dat was uh, best wel eng, vond ik. Dus ik ben uh, gaan googlen, want ik had een dag of vijf later een afspraak met mijn internist. Ik denk, eerst even kijken voordat ik uh, achter alarm sla. Of, uh, of het gek is waar het vandaan komt en uh, gelijk bovenaan stond al dat dat een uh, uh, mogelijk gevolg kan zijn van een te snelle schildklier. Ja, u heeft net uh, het verhaal gehoord van uh, Debbie Raukens. En uh, dat wil ik graag ook gebruiken als overgang naar het verhaal van inderdaad schildklier en ritmestoornissen. Ik ga eerst u uh, iets laten zien uit een uh, artikel. Uh, wat gaat over risicofactoren voor boezemfibrilleren. U hoeft dat tabelletje zeker niet te zien. Dat is meer een soort van achtergrondstukje. Boezemfibrilleren is een uh, specifiek type hartritmestoornis. Uh, die, die het vaakst ook voorkomt qua hartritmestoornissen. Uh, en um, daar wil ik dus iets over vertellen. Uit uh, dit tabel heb ik een iets leesbaardere tabel geëxtraheerd. Waarbij ik uiteenzet wat de risicofactoren zijn volgens dit stuk uit 2014. En andere stukken geven vergelijkbare waardes overigens voor een aantal van deze risicofactoren. Ja, uh, 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 als je kijkt naar risicofactor leeftijd per 10 jaar bijvoorbeeld, dan zie je dat dat uh, een twee keer verhoogd risico geeft boezemfibrilleren. Dus op die specifieke hartritmestoornissen. Man versus vrouw is anderhalf keer. Dus als er uh, tien vrouwen boezemfibrilleren hebben, dan heeft er vijftien uh, mannen dat. Overgewicht geeft een twee keer verhoogd risico. Roken geeft een twee keer verhoogd risico. Hoge bloeddruk geeft een anderhalf keer verhoogd risico. En als u een uh, familielid met boezemfibrilleren heeft, geeft dat een twee keer zo hoog risico. En wellicht voelt u, voelt u mijn vraag al uh, aankomen. Hoe hoog schat u eigenlijk het risico op boezemfibrilleren in voor iemand met een snelwerkende schildklier? Denkt u nou dat, dat valt wel mee, dat is niet verhoogd? Um, of Bert-Jan wil jij ze opnoemen? <laughs> ja, ja. Niet verhoogd, 1,1 tot 1,5 keer verhoogd, 1,5 tot 2 keer verhoogd, 2 tot 3 keer verhoogd, 3 tot 4 keer verhoogd, 4 tot 5 keer verhoogd. Of vijf tot zes keer verhoogd? Ja, en het antwoord is vier tot vijf keer verhoogd. Uh, dus dat is echt veel meer dan uh, roken, een familie met boezemfibrilleren. Uh, met eigenlijk al die andere dingen waar we meestal aan denken aan, uh, bij boezemfibrilleren. Uh, dat is bij uh, schildklieren, uh, nou ja, in de literatuur moet ik eerlijk zijn, drie tot zes keer. Nou ja, heb ik vier tot vijf keer gemaakt. Um, maar dat is echt veel meer dan eigenlijk uh, heel veel van die klassieke. Risicofactoren zoals we ze noemen. En daarom is schildklierhormoon uh, of een te snel werkende schildklier eigenlijk ook een klassiek risicofactor voor boezemfibrilleren. En dat vind je ook wel terug in de richtlijnen. Dus in de klinische richtlijnen, met name van de Europese Cardiologie Association, zie je bij uh, boezemfibrilleren inderdaad dat schildklierfunctie meten onderdeel is van het standaardpakket. Daar uh, Zeggen ze niet welke schildklierfunctiemetingen, dus TSH, vrij T4, dat mag je een beetje zelf verzinnen, maar schildklierfunctie zelf is onderdeel van het standaardpakket. Bij de huisartsen, dat zijn onze eigen NHG-richtlijnen hier in Nederland, huisartsrichtlijnen, staat tegenwoordig gelukkig ook TSH-meten als onderdeel van het standaardpakket. Uh, dat was niet zo, maar dat is inmiddels wel het geval. En daar zijn ze dus heel specifiek, je moet dat TSH-meten uh, en dan uh, kun je kijken of er sprake is van schildklieraandoeningen. Als je dan gaat kijken naar de richtlijn van de Federatie voor Medische Specialisten, dan staat het er niet zo 1, 2, 3 in. Er wordt wel vermeld dat als iemand een snelwerkende schildklier heeft, dat je dan moet denken om boezemfibrillen te screenen. Maar als iemand een hartritmestoornis heeft, dan wordt er niet heel duidelijk vermeld dat je schildklierfunctie moet meten. In ieder geval staat het er niet zo 1, 2, 3 in. En die Federatie voor Medische Specialisten richtlijn, dat is eigenlijk een richtlijn voor. Nederlandse specialisten en daar vallen cardiologen onder, internisten, neurologen, etc. Um, en ja, dat, dat, dat is denk ik wel uh, wat je ziet met verschillende richtlijnen. Uh, zie je dus ook verschillen in uh, hoe ermee wordt omgegaan qua screening op schildklierfunctie bij boezemfibrilleren. En ik kom op het einde terug, want dit is denk ik wel een van mijn, uh, zoals we noemen, take-home messages. Als we dan gaan naar de behandeling, hè, want als je schildklier te veel hebt en dat kan ons boezemfibrilleren geven, wat gebeurt er dan met behandeling? Nou, ten eerste is het zo dat we de behandeling van de snelwerkende schildklier heel erg afhankelijk is van de aandoening zelf. Is het een Graves, is het een toxisch adenoom, wat is er precies aan de hand? En dan zijn er nog meerdere opties die je vaak samen met de patiënt samen beslist. Je kan medicatie geven om de schildklier te remmen. Je kan een soort van inwendig bestralen met radioactief jodium. Je kan ook uh, opereren, een stuk van de schildklier weghalen die te snel werkt. En nogmaals, dat is heel erg persoonlijk afhankelijk en afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Wel is het zo dat je wellicht overbruggend al wel iets van een beta-blokker kan geven. En dat doe ik best wel vaak bij mensen die echt klachten hebben van hartkloppingen bij een te snel werkende schildklier. Een beta-blokker is een medicament wat het ritme wat rustiger maakt. En belangrijk daarbij is om te weten, is ja, als je die uh, schilklier behandelt, wat gebeurt er dan met het boezemfibrilleren? Nou, uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft daarna een normaal hartritme krijgt. Dus na de behandeling gaat de helft van de mensen met boezemfibrilleren, na behandeling van de gaat weer naar normaal ritme. Overigens gebeurt dat vaak wel binnen de eerste drie maanden. Dus als daarna nog steeds dat boezemfibrilleren blijft, dan is er dus een grote kans dat dat een blijvend iets is. En hoe dat komt, weten we niet precies. Het zou te maken kunnen hebben met de duur van het te snel werkende schildklier. Als dat heel lang is, dan wordt het irreversibel. Wellicht zijn er andere oorzaken voor dat boezemfibrilleren en was eigenlijk die schildklier net een beetje dat laatste stukje wat het over de helling heeft uh, gebracht. Um, maar het is wel goed om te weten dat het dus niet zo is dat altijd dat boezemfibrilleren dan weggaat. Wel is het zo dat we zien dat bij de meeste mensen waarbij er boezemfibrilleren persisteert, dus blijft na de behandeling van de schildklierfunctie, dat dat wel makkelijker te behandelen is. Dus de mensen die dat houden, die hebben minder medicatie nodig voor dat hartritmestoornis dan, mensen die, uh, uh, dan daarvoor. En ik denk dat ook dit een van de take-home messages is. Op het moment dat uw schildklierfunctie weer genormaliseerd is, en u houdt langdurig toch nog hartritmestoornissen om dat wel met uw cardioloog of internist te bespreken. Nou, wat kun je dan al voelen op het hart- en vaatstelsel dan van snelwerkende schildklier? Nogmaals, heel veel mensen voelen maar één of twee dingen. Uh, sommige mensen voelen er heel veel en dat is heel persoonlijk. Het is niet altijd zelfs afhankelijk van de hoogte van die waarde in het bloed. Uh, maar waarschijnlijk gewoon hoe gevoelig u daarvoor bent. Maar je kan hartkloppingen voelen of inspanningsintolerantie, omdat je bijvoorbeeld kortademig bent bij inspanning. Sommige mensen ervaren een hoge bloeddruk, al is dat heel variabel. Dat hyperdynamisch hart betekent gewoon dat het hart heel veel aan het wegpompen is. Sommige mensen kunnen best wel naar een ja, gek gevoel op de borst ervaren, een soort pijn op de borst. Nou, dat boezemfibrilleren hebben we besproken. En u kunt zich voorstellen op het moment dat het hartritme steeds heel snel is, ja, dan kan ook dat hartspier gaan vergroten. En dat is hoe wij denken dat mensen, als ze echt heel langdurig uh, te snel werkende schildklier hebben, uiteindelijk ook. Een vorm van hartfalen kunnen krijgen. Dat is echt niet van de ene op de andere dag. Dat is denk ik wel belangrijk. Eh, en dat komt steeds minder vaak voor met de goede behandeling van schildklieraandoeningen. En als je dan gaat kijken naar dat hartfalen. Ja, dat is dus inderdaad uh, uh, nou ja, uh, uh, beschreven als ongeveer een twee keer verhoogde kans bij hartfalen bij een snelwerkende schildklier. En dat is dus inderdaad bij mensen die dan. Niet behandeld worden omdat het misschien niet onherkend is dat het aan de hand is. En langdurig. Dan hebben we het over jaren wellicht. Maar wat we ook zien is dat er ook ongeveer een twee keer verhoogde kans is op hartfalen bij een mild langzaam werkende schildklier. Of überhaupt een langzaam werkende schildklier. En dit geeft al aan dat de schildklier eigenlijk in balans moet zijn. Te veel is niet goed en te weinig is niet goed. En daar leven ook gewoon nog. Binnen uh, onze wetenschappelijke wereld, maar ook als arts zijnde, best wel wat vragen. Maar we gaan eerst even naar uh, het ervaringsverhaal van, uh, van Petra Hoekstra. Uh, Layal, mag ik anders toch eerst nog even één vraag stellen? Ja, tuurlijk. Uh, de, de vraag is: hoe zit het met patiënten met schildklierkanker waarbij de schildklier is weggehaald? Mm -hmm. Kunnen zij ook hartproblemen krijgen? Ja, daar, daar kom ik op het einde een klein beetje op. Maar wat er vaak gebeurt bij mensen met schildklierkanker is dat de schildklier um, volledig wordt uh, verwijderd. Nogmaals niet bij alles, maar bij iedereen, maar wel bij veel mensen. En dat we daarna schildklierhormoon geven uh, in iets hogere waarden dan, dan gemiddeld. Um, en daar zijn uh, eigenlijk de boeken gewoon nog niet over gesloten, want die mensen hebben inderdaad eigenlijk een verhoogde waarde in het bloed. Door te veel aan schildkliermedicatie. Wat we ook geven. Want we willen daarmee eigenlijk de kans dat de kanker terugkomt een beetje onder, onderdrukken. Um, maar ja, die hebben dus uh, continu eigenlijk een te hoge waarde. Vaak is het wel zo dat die waarde niet zodanig hoog is als bij bijvoorbeeld de ziekte van Graves. Dus dat zit in een andere range dan echte schildklierziekte. Um, maar, maar daar zijn we nog steeds ook onderzoek naar aan het doen. Oké, okay, dankjewel. Dan gaan we inderdaad nu het uh, ervaringsverhaal van Petra Hoekstra. Laten zien. Hallo, ik ben Petra Hoekstra. In oktober is bij mij de ziekte van Grace vastgesteld. In de voorliggende maanden had ik verschillende klachten, zoals heftige hartkloppingen, een oversland hart, een gejaagd gevoel, afvallen, ik had een droge huid, haaruitval, een kort lontje, extreme vermoeidheid. Ik had erg veel last van hartkloppingen. Als het was alsof ik had hard had gelopen. Alleen zat ik rustig op de bank. En ook als ik naar bed s'avonds ging, dan was het een beangstigend gevoel. Ik ben naar de huisarts gegaan en deze dacht aan de menopauze en eventueel dat ik last had van stress. Dus daar ging ik eerst dan ook vanuit, maar de klachten bleven, ondanks alles wat ik daarvoor deed. Wegen celiakie, wat ik ook heb, werd mijn bloed geprikt voor de tweejaarlijkse controle. En daar kwam een te snelle voor. En kon gelukkig de diagnose Graves een paar weken later gesteld worden. En ik zeg gelukkig, omdat ik inmiddels ook om mij heen hoor, dat men soms jaren klachten heeft, en die te maken hebben uh, met een te snelle schildklier, maar de diagnose nog niet gesteld is. Okay, inderdaad, dit, uh, dit is ook wel een verhaal eigenlijk wat aansluit op wat ik net vertelde qua, qua klachten. Uh, en waar eigenlijk ook alert op te zijn, uh, wat betreft de schildklier. Um, ik zal dan vanwege de tijd een aantal dingen um, wat sneller vertellen, zeker u overslaan. Ik denk met name het stukje over nog veel vragen, hè, wat ik er net al benoemde van wat is eigenlijk een optimale schildklierfunctie. Uh, daar doen we op dit moment gewoon nog veel onderzoek naar. Maar ook hoe ziet het met man-vrouw verschillen? We weten dat uh, er man-vrouw verschillen zijn in het voorkomen van schildklieraandoeningen. Uh, maar ook in hart- en vaataandoeningen en eh, ik moet eerlijk zeggen daar is weinig oog voor op dit moment. We hebben in een uh, vorig onderzoek wel eens uh, wel naar gekeken. Uh, dit is eigenlijk, hebben we gekeken naar 10 jaar risico op het krijgen van uh, een hart- of vaataandoening, waarbij u in de onderste regionen de jongere mensen ziet, dus in geel en in groen. En in blauw en in rood ziet u de mensen boven de 70 jaar oud, dus de jongere mensen noemen we nu even onder de 70, boven de 70 noemen we de oudere mensen. En daarbij ziet u dat schildkleur Functie niet zo heel veel invloed heeft op het risico, het risico van de jonge mensen, maar wel bij mensen boven die 70 jaar oud, en dat daar ook een verschil tussen zit tussen mannen en vrouwen. Maar nogmaals, daar is op dit moment weinig oog voor, eh, maar dat begint gelukkig wel iets meer te komen. Um, wat het ook wat gecompliceerder maakt is, ik heb nu boven de 70 en onder de 70 gezet, maar het maakt ook nog uit in welke range je ongeveer zit te kijken. Dus tussen de 18 en de 50 of de 50 en de 70, 70-80, boven de 80. En daar is zeg maar, die relatie net een klein beetje anders tussen schildklierhormoon en hart- en vaataandoeningen. En dat is gewoon iets wat nog steeds een open vraagstelling is, moeten wij naar die referentiewaardes kijken volgens man-vrouw verschillen en leeftijdsverschillen? En het laatste stukje waar ik het nog over moet, wil hebben is: uh, hoe zit het eigenlijk met de behandeling van een traagwerkende schildklier met schildklierhormoonmedicatie? Dus we gaan een klein beetje naar de andere kant van dit schemaatje, naar traagwerkend. En daar zijn de oorzaken bijvoorbeeld weer een auto-immuunziekte, we noemen dat Hashimoto, of als iemand een operatie heeft gehad, wat we daarnet hebben besproken, hè, met, uh, met, uh, door, door bijvoorbeeld schildklierkanker. Of na zo'n ontsteking waar we het eerder over hebben gehad, kan de schildklier zo ontstoken raken dat hij daarna niet meer goed herstelt. En dat behandelen we vaak met levothyroxine. Dat is niet het enige middel, maar dat is het meest voorgeschreven middel. En dat baseren wij, als wij mensen met een traagwerkende schildklierfunctie schildklierhormoon willen geven, doseren we dat op basis van gewicht. Eerlijk gezegd bij gebrek aan beter. En het doel is het normaliseren van de bloedwaardes. Maar... Sommige groepen patiënten blijven helaas klachten ervaren ondanks die goede bloedwaardes. En bij heel veel van deze mensen zie je dat we ook wat hoger moeten doseren eh, om die klachten eh, te verhelpen. Niet bij iedereen, maar bij sommige mensen. Maar wat we ook weten is dat tot wel 25% van de mensen overbehandeld is op basis van die bloedwaardes. En die hebben dus ook te veel schildklierhormoon in de bloedbaan. En dat is wat we er net ook hè, met de vragen over de schildklierkanker. En daar weten we eigenlijk nog niet helemaal goed van of dat nou in een range is van te veel, wat ook boezemfibrilleren met zich mee kan brengen. Uh, of dat dat juist alleen bij veel hogere waardes is. Maar dat is nog steeds wel een open vraag, maar wel iets wat we in oogschouw moeten nemen. Ik zou nog even terugkomen op Mohammed Ali. Dat zijn de laatste paar slides. Nou, Mohammed Ali nogmaals was een uh, bokser, een legendarische bokser. En hij had een belangrijke wedstrijd en dat is in de jaren 80. En hij had heel veel last van moeheid, concentratieverlies, ook een beetje gewichtstoename. En dat merkten zijn artsen en, en, en trainers, in aanloop naar die belangrijke wedstrijd toe. En in die jaren, we hebben nu heel veel verschillende laboratoria die schildklierhormoon kunnen meten, dat was toen nog niet zo heel erg goed. Maar men dacht toch aan een schildklierprobleem en heeft hem toen schildkliermedicatie gegeven. Helaas is dat niet helemaal goed afgelopen met die wedstrijd. Die heeft hij namelijk van Holmes verloren. En dit is een clip zeg maar van de Washington Post, waarin de arts zegt Ali could have died, maar met name ook dat um, hij door te veel aan schilklierhormonen in zijn lijf, want in plaats van één tabletje had hij er twee ingenomen. had hij eigenlijk zo ontzettend veel klachten en was hij niet fit, waardoor hij dat gevecht heeft verloren. En de klachten die hij toen had waren gewichtsverlies, maar waarschijnlijk dus van spiermassa, heel veel agitatie en stressgevoel, maar niet op de juiste manier. En met name heel veel hartkloppingen en een onaangenaam gevoel op de borst. Um, en ja, dat, dat geeft al een beetje aan eigenlijk twee dingen: hoe lastig het soms is om schilklier. Uh, uh, nou ja, uh, functie als het ware aan de klachten te herkennen. Um, en ook uh, wat het effect is van te veel schildklierhormormormormormicatie kan zijn. Overigens bleken de klachten die uh, aanvankelijk toegeschreven waren aan een traagwerkende schildklier. waarschijnlijk de eerste symptomen te zijn van Parkinson die hij had. Nou, wat wil ik eigenlijk uh, met u meegeven? Uh, u zit al thuis, maar toch take-home message. Uh, Schildklierproblemen komen vaak voor in de bevolking, vaker dan de meeste mensen eigenlijk weten en doorhebben. Schildklierhormoon uh, is essentieel voor het hart- en vaatstelsel. Um, en ja, bij, bij boezemfibrilleren hoort eigenlijk een schildklierfunctie te worden gemeten. Dus dat is, denk ik, eigenlijk een van de twee dingen die ik even het allerbelangrijkste vind. Op het moment dat er sprake is bij u van een ritmestoornis, boezemfibrilleren met name, dan is er eigenlijk een indicatie om te kijken of dat door te snel werkende schildklier komt. Ik persoonlijk denk dat bij andere ritmestoornissen en bij hartfalen ook aan een te snel werkende schildklierfunctie moet worden gedacht. En als laatste, normalisatie van die schildklierfunctie geeft in de helft van de gevallen verbetering van de ritmestoornis, maar op het moment dat dat aanblijvend is, dan is dat wel reden... Om uh, nou ja, een cardioloog, uh, huisarts of internist op te zoeken. Dat betekent overigens niet dat de schildklierfunctie er niks mee te maken heeft. Uh, maar dat betekent niet dat de schildklierfunctie, aan zich op dat moment. die ritmestoornissen geeft. Nou, ik ben heel blij dat ik hier uh, iets over uh, nou ja, hart uh, en schildklier heb kunnen vertellen. En uh, ik heb al een aantal vragen gekregen, ontzettend relevante vragen. En ik kijk uit naar uh, verdere vragen die mijn kant op komen. Ja, dankjewel Lajal voor je uh, ja, uitgebreide presentatie. Volgens mij heb je inderdaad heel veel informatie overgedragen aan de kijkers. Natuurlijk is er ook nog wel een aantal vragen. En we gaan er een aantal proberen te behandelen nog uh, de komende tien minuten. En de eerste vraag die ik graag aan je wil stellen is. Zijn beta-blokkers op lange termijn schadelijk? En bij welke klachten is het waard dus, om beta-blokkers ook te nemen? Ja, als ik denk aan beta-blokkers in het kader van, uh, van schildklierfunctie, uh, dan um, doe ik dat vaak wel tijdelijk. Dus vaak is het niet nodig om voor de schildklierfunctie langdurig beta-blokkers te gebruiken, maar doe ik dat zeker wel uh, in een korte periode, met name op het moment dat mensen daar klachten van ervaren. Met name bepaalde beta-blokkers kunnen niet alleen het hartritme een beetje op een lager pitje zetten, waardoor je minder kans hebt op boezemfibrilleren. Uh, maar sommige die doen ook wel iets op je schildklierhormoonwaardes. Dus die kunnen dat een beetje remmen als het ware. Dus ik gebruik het uh, een beetje tweeledig. Of langdurig beta-blokkers nodig is, ja, dat is eigenlijk meer toch aan de cardioloog. Omdat op het moment dat dat boezemfibrilleren blijft, die hartritmestoornissen blijven, dan is de schilklierfunctie nogmaals misschien de aanjager geweest van de start. Maar dan zijn er wellicht ook nog andere dingen die meespelen. En dat is dan meer iets voor de cardioloog of, of de huisarts, afhankelijk van wie het behandelt, om te kijken of dat langdurig nodig is. Je noemt nu ook al de cardioloog. Kun je met hartklachten beter eerst naar de endocrinoloog gaan of naar de cardioloog? <laughs> um, op het moment dat uh, iemand nog niet bekend is met schildkleeraandoeningen, uh, dan zou ik zeggen cardioloog. En dan dient de cardioloog op het moment dat het boezemfibrilleren is of uh, uh, hartritmestoornissen uh, ook de schildkleerfunctie te meten. Vaak is dat ook hoe ik uh, zeg maar in beeld kom. Dan heeft de cardioloog gezegd nou uh, nou ja, boezemfibrilleren laten wij eens bloed prikken en dan komt daar een uh, schildkleerfunctie uit. Op het moment dat ik mensen al behandel voor schildklieraandoeningen, dan ga ik altijd eerst even kijken hoe zit het met de schildklierfunctie. Wat ik al net zei, hè? dus 25% van de, procent van de mensen overbehandelen we, dat doen we natuurlijk niet expres. Ik bedoel, behalve bij hele selecte uh, aandoeningen doen we, dat, doen we dat natuurlijk helemaal niet expres. We kunnen dat gewoon nog niet zo heel erg goed eigenlijk. Um, dus om zeker te weten dat het inderdaad niet aan te veel tabletten ligt, zeg ik altijd, nou laten we eerst bloed prikken. En als we dan zien... Uh, dat het uh, nou ja, gewoon helemaal goed is. Dan alsnog de cardioloog in, uh, inschakelen. Dank je wel. Uh, er is een kijker. Ze zegt of hij zegt uh, ik heb een uh, smartwatch. En de smartwatch geeft regelmatig dat uh, de hartslag lager is dan 40 slagen. En dat duurt dan echt wel 10 minuten. Mm -hmm. Kan dit gevaarlijk zijn? Ik heb een hypo. Een hypotheorie. Neem ik aan dat dat uh, ja. Um, ja, de normaalwaardes, zeg maar van een, van een hartslag uh, uh, weten we eigenlijk niet eens zo heel erg goed. We hebben niet altijd namelijk smartwatches gehad. Um, dus dat, dat, dat soort normaalwaarden, van wat is een normale hartslag, dat hebben we uit allerlei onderzoeken uh, van mensen die dan. Uh, nou ja, eigenlijk in een, in een onnatuurlijke omgeving gaan we zitten meten wat dan de normale hartslag is. Dus dat vind ik lastig om daar een antwoord op te geven. Wat ik wel weet, is dat op het moment dat je echt een hypothyroïdie hebt, dat betekent een traag werkende schildklier. Dat dat inderdaad je hartslag ook kan verlagen. Uh, dus dat kan er wel een uiting van zijn, zeker. Uh, en dat zou wel een reden zijn om te kijken van zit ik wel goed ingesteld met mijn schildkliermedicatie of moet ik wat hoger gaan zitten. Um, dus dat, 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 dat in die zin heeft het wel met, kan het met elkaar verband houden oké okay, dankjewel en een vraag van de kijker is er een relatie tussen een hoge bijschildklierfunctie en het hart um, ja dat is uh, <laughs> dat is een goede vraag um, niet zo 1, 2, 3 uh, de grap van de bijschildklieren is dat ze eigenlijk weinig met schildklier te maken hebben, ze zitten toevallig bij de schildklier. Uh, dus de schildklier die zit hier in de hals, en dan heb je zeg maar hier twee en hier twee bijschildklieren. En die doen iets met je uh, calciumhuishouding. Uh, dus ze hebben eigenlijk niet zo heel erg veel met de schildklier te maken. Um, en, en vaak zien we, we zien ook niet per se dat die twee heel erg veel met elkaar uh, voorkomen, zeg maar, van bijschildklieraandoening versus schildklieraandoening. Als we de schildklier opereren. Dan kunnen we nog wel eens die bijschildkleren per ongeluk meenemen of, of beschadigen. Maar dat is eigenlijk de enige vaak voorkomende connectie van die twee. Oké, okay, dankjewel. Um, een vraag: ik had heel lang hoge TSH, zelfs van 160, hmm. nu alweer jaren aan de tirax. Hmm. De vraag is: kan dit ook vast de schade aangericht hebben aan organen? en die niet meer door medicatie opgelost kunnen worden? Um, ja, dat is, dat is een, een goede vraag. Ik denk dat dat schade wellicht, um, nou ja, dat, dat denk ik niet. Um, maar wat we wel vaak zien is dat, uh, hè, en dat is ook wat ik vertelde, is we, we behandelen mensen met schildklierhormoon voor een te traag werkende schildklier, maar er blijven mensen wel klachten houden. En ik denk ook dat het een utopie is dat wij met een tabletje, hoe goed het ook is, hè, dat tabletje is echt fantastisch dat we dat hebben, maar hoe goed die ook is, dat die bij iedereen volledig de functie kan overnemen van wat je lichaam normaaliter zelf doet. Uh, dus wat we vaak zien, of nou ja, bij een gedeelte van de mensen zien, is dat we het eigenlijk qua bloedwaardes goed behandelen, maar dat mensen toch bij uh, blijven houden en waarschijnlijk heeft dat te maken dus inderdaad met dat wij ja, die functie van die schildklier niet helemaal zo fantastisch kunnen overnemen als dat die schildklier het zelf zou doen. Op het moment dat je echt jarenlang zo'n TSH hebt, dan heb ik het echt over 10, 20 jaar, maar dat lijkt me wat onwaarschijnlijk. Ja, dan, dan zien we nog wel eens, uh, en dat heb ik het echt over 100 jaar geleden, dan zagen we nog wel eens dat mensen inderdaad aderverkalkingen en dergelijke kunnen hebben, maar eigenlijk is dat nu met de huidige gezondheidszorg niet meer aan de orde. Oké, okay, dankjewel. Um, de vraag: wat als je hartkloppingen blijft houden? Deze kijker heeft greaves in remissie. Ik heb sinds een half jaar geen hartafwijking en ook geen internis meer. Geen HA staat er, ik denk, hartafwijking. Moet ik dit toch serieus nemen? Ja, dat, dat, is, uh, dat is zeker het geval. Dat, dat, dat is een beetje het verhaal wat ik vertelde hè, van mensen met een te snel werkende schildklier, die bijvoorbeeld een ritmestoornis krijgen. Daarvan lost de helft eigenlijk op op het moment dat je die schildklierfunctie uh, verbetert. En dat gebeurt vaak nogmaals echt in, in de eerste periode daarna, dus in die eerste zes, drie maanden. Op het moment dat je behandeld wordt voor je te snel werkende schildklier, maar je hebt een jaar later of zes maanden later. Nog steeds hartritmestoornissen, dan is dat zeker een indicatie om daarmee wel even uh, bij een arts uh, aan, te, aan te bellen. He, want dan, dan gaat dat ook waarschijnlijk niet meer zomaar voorbij. Uh, en dan is dat wel indicatie om daar verder onderzoek naar te doen. Oké, okay, dankjewel. Um, ik zie via de chat dat we heel veel vragen binnenkrijgen, die we uh, helaas vanavond niet allemaal kunnen beantwoorden. We gaan er nog een aantal. Vraag aan Lajo. En hopelijk krijgt ik ook dan mooie antwoorden op, waardevolle antwoorden. Uh, Layal, er is een mevrouw of meneer pleit medicatie dan ook voor bij langdurige subclinische hypothyroïde? Is de vraag? Um, ik, ik, ik weet niet of ik de vraag helemaal begrijp, maar wat, wat ik wel weet is dat we, uh, we hebben uh, eigenlijk. Ik heb het over te traag en te snel gehad. En um, daar hebben we eigenlijk allemaal gradaties in. Dus we hebben mild, uh, heel heftig uh, uh, van beide kanten. En op het moment dat het nou ja, mild is, noemen we het ook wel eens subclinisch. Nou, daar, daar zijn allerlei definities voor hoe je dat kan noemen. En subklinische hypo zou je ook milde, traagwerkende schildklier kunnen noemen. En daar is inderdaad een hele. Discussie over van moet je dat behandelen, moet je dat niet behandelen, moet je dat laten zitten. Er zijn mensen die zeggen ja, dat hoort bij het ouder worden. Maar er zijn ook mensen die zeggen ja, maar er, er zijn misschien toch risico's aan verbonden. En daar zijn de boeken eerlijk gezegd nog niet over gesloten. Als je gaat kijken in de richtlijnen, dan zeggen we ja, dat moet je eigenlijk behandelen, met name bij jongere mensen en mensen met hart- en vaat aandoeningen, om te voorkomen dat er uh, hart- en vaatziektes ontstaan. Dus de indicatie. Is echt het hart. Dus als we het behandelen, doen we het voor het hart. Uh, maar er zijn ook onderzoeken die hebben laten zien dat als je dat dan doet, uh, dat er eigenlijk weinig verschil is op, op die eind, uh, eindpunten. Maar die studies waren weer eigenlijk te klein om er iets over te kunnen zeggen. Nou, om een lang verhaal kort te maken, we weten het eigenlijk nog niet helemaal zeker. Oké, okay, dankjewel. Uh, de volgende vraag: Kun je ook hartkloppingen door je schildklier krijgen als je bloedwaarden goed zijn? Um, ja, dat is een goede vraag. Um, hangt er een beetje vanaf wat goed betekent. Uh, zit je aan de bovenkant van goed? Zit je er af en toe boven? Uh, uh, um, die die hormoonwaarden zijn niet zodanig stabiel dat ze elke keer precies helemaal hetzelfde zijn. Maar wat ik daarnet ook zei, ik, je ziet ook wel eens dat mensen um, hartritmestoornissen krijgen door de schildklier. Maar als de schildklier weer behandeld is, dat die hartritmestoornissen wel blijvend kunnen zijn. En dan is het dus wel, dan heeft de schildklier wel bijgedragen. Dus komt het door de schildklier ja, maar gedeeltelijk. Uh, dus... Uh, ja, Je kan dan vaak alleen helaas niet helemaal iets met de medicatie. Want de waarden zijn goed. Soms probeer ik dat wel. Dan probeer ik een beetje te verlagen of te verhogen. En dan vaar ik eigenlijk op die klachten. Maar dat, dat helpt niet altijd. En dan is het ook soms wel nuttig om ook daarin te kijken of er niet wat anders aan de hand is. Structureel bij, bij, met het hart bijvoorbeeld. Ja. Um, deze kijker. Ik heb Hashimoto en heel vaak last bij mijn borststreek. Ook stekende pijn bij het hart, alsof iemand met naden erin breekt. Huisarts zegt, is niks aan de hand, maar ik vraag me af of is, of is dat niet de Hashimoto. Uh, oh, dat vind, dat vind ik een hele specifieke vraag. <laughs> dat kan ik, ben ik bang, niet zo 1, 2, 3 beantwoorden. Kijk, ik denk um, als je kijkt naar die lijst hè, van klachten die ik heb benoemd, het waren er vijf bij een te, te traagwerkende schildklier. Hashimoto is een te traagwerkende schildklier door een auto-immuunaandoening. Ja, dan, dan zijn er vijf dingen die ik heb benoemd, maar als je gaat kijken naar wat mensen benoemen aan klachten, dan zijn het heel veel verschillende klachten. En een stekend gevoel op de borst, zoals dat nu zo wordt beschreven, is niet uh, een heel typische klacht van Hashimoto. Uh, dus het is niet dat ik zeg, oh nou, dan, dan, dat is iets wat ik heel erg vaak hoor in mijn praktijk. Oké, okay, dankjewel. D er is nog een vraag over uh, de ziekte van Hashimoto. Um, de kijker heeft inderdaad net begrepen dat boezemfibrilleren voorkomt bij snelwerkende schildklier en niet bij een traagwerkende. Ja. Uh, ik heb de ziekte van Hashimoto al 25 jaar en sinds pas word ik voor boezemfibrilleren behandeld met een bloedverdunner. Ja, ja het, het een sluit het ander niet uit. Hè? Dus ik zeg vaak, de ene ziekte beschermt je niet tegen de andere. Dus als we kijken naar een traagwerkende schildklier, dan zien we veel minder die relatie met boezemfibrilleren dan, dan hoogwerkende schildklier. Dus bij hoogwerkende of de snelwerkende schildklier zien we echt tot wel zes keer verhoogd risico. En dat zien we niet zodanig bij te traag werken in Betekent niet dat dat niet kan. En al helemaal als iemand echt langdurig over is behandeld. Hè, dan hebben we het alweer over eh, Hashimoto met schilklierhormoon medicatie wat te veel is. Eh, maar niet, eh, niet als zodanig. Dankjewel. De laatste vraag die ik eigenlijk wil behandelen. Want er staat echt nog een behoorlijk aantal vragen open. Um, maar de laatste vraag, omdat we echt tot negen uur normaal gesproken altijd het uh, webinar doen. En de laatste vraag is, als je beta-blokkers neemt en toch nog erge hartritmestoornissen krijgt of hebt, kan dit duiden op schildklierproblemen? Heb ook goedaardige gezwellen naast de schildklier? Ja, dus um, wat we zien is als uh, mensen uh, niet goed uh, onder controle komen door uh, voor boezemfibrilleren, uh, ik heb heel toevallig uh, een, een collega cardioloog nog even gevraagd: van Joh, wanneer prik jij eigenlijk allemaal schildkleerfunctie? En dat kwam gelukkig wel uit bij boezemfibrilleren altijd. Maar ook inderdaad bij mensen die misschien al eerder ooit eens een schildkleerfunctie is gemeten en die was goed. En dan krijgen ze boezemfibrilleren en denken: nou, het zal wel goed zijn. En die niet goed onder controle te krijgen zijn met milde medicatie. Um, en dan, dan wordt er ook wel eens schildklierfunctie geprikt. Van inderdaad beta maar blijft toch veel klachten houden. Dan kan het zijn dat, dat het uh, nuttig kan zijn om een schildklierfunctie te meten. Ja. Oké, okay, dankjewel. Uh, Lajol, graag wil ik je nogmaals hartelijk bedanken voor je bijdrage aan dit uh, webinar. Uh, hopelijk uh, heeft Laïol iedereen meer informatie en duidelijkheid gegeven over het onderwerp schildklier en het hart. Wil je meer informatie hebben over Hartraad en zon? Kijk dan op de websites www.hartraad.nl en www.schildklier.nl. Zon heeft zelfs een dossier schildklier en het hart op haar website staan. Wil je eventueel praten met ervaringsdeskundigen? Dit kan bijvoorbeeld in de hartaradaat communities, dat zijn besloten Facebookgroepen, of door bijvoorbeeld contact op te nemen met de Hartraadlijn. Na afloop van het webinar en in de mail met daarin de link naar de herhaling van deze bijeenkomst, zullen deze suggesties nogmaals worden genoemd. En uh, daar kan je ook direct doorklikken via een hyperlink. Zijn je vragen niet beantwoord, en dat zou zomaar kunnen tijdens dit webinar. Of heb je suggesties of onderwerpen? Mail deze dan naar webinar.harteraad.nl. Wij zullen deze vragen dan zo mogelijk alsnog beantwoorden. Als je zometeen afsluit, ontvang je een evaluatieformulier. Met de uitkomsten van deze evaluatie... proberen wij elk webinar weer te verbeteren. Voor nu, Lajal, nogmaals hartelijk bedankt. Ook namens SON. En hopelijk tot een volgende keer. Ja, heel erg bedankt, uh, harte, Raad aan SON... Uh, voor, deze, nou ja, voor het organiseren hiervan. En ik mag nog één ding. Uh, ik noemde net even de hartraadlijn. Ook Zon heeft een uh, speciale telefoonlijn, de schildkliertelefoon. Dus ik ga ervan uit dat op de website van Zon ook de, het telefoonnummer van de schildkliertelefoon genoemd staat. Lion, nogmaals hartelijk dank en uh, wellicht tot een volgende keer.